Ik moet toegeven, ik ben een beetje in de war. Bij Renault, je had de Koleos, je had de Kadjar, er is de Arkana. En dan, dat zijn allemaal zo wat middelgrote SUV's. En nu is ook deze Austral, dus nog eens een nieuwe naam. En eerlijk gezegd, ik zie door de bomen het bos niet meer. Maar Steven gaat de opheldering brengen. Ja, Steven, de Austral, leg dat eens uit. Hoe dat in elkaar zit. Wel, ik ga beginnen met het begin. Hè. Je hebt ze dan net genoemd, Koleos Kadjar. Moet je al onmiddellijk vergeten. Die bestaan niet meer. Dit is de opvolger van de Kadjar. Oké. En de opvolger van de Koleos is... De Koleos? Had dat kunnen zijn, maar nee. De nieuwe Espas. Ah, bon, oké. Dus de nieuwe Espas is eigenlijk deze, maar dan met 7 zitplaatsen. De voorkant is quasi inwisselbaar. Wordt trouwens getekend naar de Nouvelle Vague. Heet dat dan? Dus een nieuwe... stijlrichting die ze bij Renault zijn ingeslaan. Oké, met dat nieuwe logo ook, hè? Met dat nieuwe logo, ja, eigenlijk is het volledig nieuw. Het design is gebaseerd op dat van de Mégane. Dat was het eerste lid van de Nouvelle Vague, zeg maar. En daar zit een reden achter de draai, zeg maar, weg van het wat braver het wat stijlvollere design, zeg maar. En dat is een uitleg die ik gekregen heb van de CEO van België, die allicht... De Orders van Parijs kwam uiteraard. De CEO van Renault België. De CEO van Renault België. En die zei, en dat was een heel, heel interessant gesprek, die zei van ja, zegt hij, auto's worden alleen maar duurder, ook Renault's worden duurder. We zitten nu op een moment, op een punt, zegt hij, dat we klanten, als we die willen dat ze die prijs nog betalen, dat we ze ook veel meer waar moeten geven voor hun geld. Dus we moeten, hij heeft het woord premium niet in de mond genomen, gelukkig maar daar wou hij wel naartoe. We moeten wel naar kwaliteit... gewoon hoger. En daar past ook een nieuwe, kwaliteitsvoller design bij. En dat zit eigenlijk achter die Nouvelle Vague. We gaan straks zien binnenin wat de kwaliteit betekent. Maar qua stijl is dit dus volgens Renault van kijk, dit is wat de mensen voor dat geld dus gaan willen hebben. Ja. Van dus ze leggen zelf de lat hoger, ze leggen de prijs hoger en ze leggen ook de lat hoger. Daar komt het eigenlijk op. Ja. Eigenlijk willen ze een beetje het Volkswagen worden van Frankrijk. Ah ja, oké. Dat is een beetje het idee dat erachter zit. Voor de rest, ja... Het is niet omdat hij nieuw is dat ze geen oude elementen gebruiken, want onderstel is CMF-CD, het platform van eigenlijk alles van de Mégane, Kadjar ook. Ja. Die stonden ook allemaal... Dus alle vorige modelgeneraties eigenlijk. Stonden daar al op, maar dit is wel een doorontwikkeling. Ja. Dus het is klaargemaakt voor hybridisering, maar daar komen we straks toe. Is er nog iets interessants dat je moet weten? Ja, er is iets interessants dat je moet weten. Moet eens meekomen. Een Alpine-logo. Ja. Je zou denken, tja. Dat maakt het nog verwarrender. Dat maakt het inderdaad nog verwarrender, vind ik helemaal. Maar, ja, je kan moeilijk een meer premium ding nastreven, of een effect nastreven, en dan RS-line erop plakken. Want dan ben je altijd bezig voor Johnny's eigenlijk, terwijl je toch upstanding people zoekt. Vandaar is het nu de RS-line vervangen door Esprit Alpine. Dat klinkt chiquer. Hoewel het eigenlijk altijd hetzelfde is, namelijk een wat sportievere uitossing, wat grotere velgen, zwarte spiegeltjes en zo. Ja. Dat is een beetje... De inhoud van het pakket is hetzelfde, maar ze hebben gewoon een andere naam op. Oké. Dus ik onthoud, ze gebruiken de merknaam Alpine om de prijs een beetje te kunnen verhogen. Heb je helemaal goed begrepen. Trouwens, dat uitrustingsniveau kan je ook alleen maar krijgen vanaf... Net zoals bij de Mégane... heb je dan 3 uitrustingsniveaus, de gewone, en je moet de 2 hoogste hebben vooraleer dat je dit ook nog kan bijbestellen. Dus ze liggen niet alleen, prijs ligt al hoger, dan moet je nog eens hoger gaan in uitrusting en daarbovenop nog eens vooraleer dat je Esprit Alpine kan krijgen. Oké, serieuze theoretische uitleg eigenlijk. Ja, het is nog niet gedaan, want we gaan de verwarring nog groter maken. Oké. En daarvoor moeten we naar de achterkant van de auto. Kom maar eens mee. Ja. Dus we zitten al heel de tijd bezig over de Austral, maar kijk eens hier. Australé. Of Australé, afhankelijk van welk deel van Europa dat je het bekijkt of uitspreekt. Dus de Renault heeft het nog ietsje ingewikkelder gemaakt. Als je een Austral bestelt als hybride, dan krijg je er altijd een E'tje bij. Zoals de E van E-Tech. Zoals inderdaad de E van E-Tech, om de elektrische component wat extra in de verf te zetten. Letterlijk in de verf heb je een Esprit Alpine. Dan is die E blauw en in een gewone versie... Dan kan je onmiddellijk ook het onderscheid zien, is dat goud. Maar dus je hebt de Austral en de Austral-le. Ja. Oké.
Nog iets trouwens. Stel dat je zo'n auto koopt en je komt ermee thuis, dan moet je wel 5 à 10 minuten inplannen om heel de uitleg te doen van hoe het in elkaar zit. Ja. Of gezegd gewoon, het is de opvolger van de Kadjar. Ja. Ja, dat is duidelijk. Trouwens, over die Kadjar gesproken. Hij ziet er compacter uit dan de Kadjar, want de Kadjar was echt wel een grote jongen. Hij is groter. Een afmeting. Ah, ja, dat zou je niet zeggen. Hè? Nee, absoluut niet, maar het is 4,51 meter. Iets groter, hij is een heel pak groter, ik dacht 9 centimeter groter dan de Qashqai, waar hij zijn platform mee deelt. Dus het is echt een bonkige jongen. Ongeveer het formaat van een Volkswagen Tiguan, dacht ik. Hè? Een Volkswagen van Frankrijk, hè? Ja, inderdaad. Het is niet toevallig dat ze inderdaad de Tiguan zich daar naar mikken. Goed, dus een hybride. Je ziet het hier ook aan de oranje hoogvoltagekabels. Ja. Maar is dat hetzelfde systeem als in de Captur, in de Clio? De werking ervan wel. Want Renault heeft een zeer uniek en specifieke werking van zijn, by the way, zelfopladende hybride. Het is geen plug-in. Ah, ja. Ze kunnen er wel heel makkelijk de plug-in van maken, maar volgens Renault is daar op dit moment geen nood nog behoefte aan. Er is geen behoefte en geen vraag naar, dus, maar het kan. Ze kunnen het heel simpel aanpassen. Maar de werking is inderdaad wel hetzelfde, zijnde dat je dus een verbrandingsmotor hebt en een elektromotor, met daartussen een heel specifieke versnellingsbak. Een versnellingsbak die opgedeeld is met de 2 versnellingen voor de elektromotor en in dit geval 5 voor de verbrandingsmotor. En de elektronica gaat dan bepalen welke versnellingen gecombineerd zijn of alleen moeten werken, zodanig dat je dat eigenlijk de elektronica van de versnellingsbak is die gaat bepalen hoe de elektrische bijstand wordt geleverd en vice versa. Ja. Dus je hebt dan 2x5 versnellingen, dus 10 versnellingen? Nee, je hebt in principe 10 versnellingen, maar je hebt 15 mogelijkheden, omdat zowel de elektromotor apart als als de verbrandingsmotor apart ook kunnen functioneren. Okay. Het is een heel ingewikkeld systeem. Maar het werkt wel. Ja, we komen er straks nog op terug. Oké, goed. Maar dat is voor de hybride. En wat is er nog anders? Dat is dat de Renault, de Captur en de Clio, die werken met een 1,6 liter atmosferisch, 4-cilinder. Ja. Dit is de nieuwe 1,2 liter turbo 3-cilinder die Renault heeft ontwikkeld. Dus die is sowieso, die heeft 130 pk, dus wel een pak meer vermogen dan die 1600. Bovendien, de elektromotor is in beide gevallen hetzelfde, of bij alle Renaults hetzelfde. Daar is niks aan veranderd. Maar de batterij, je hebt het terecht al opgemerkt, in de Clio en de Captur werkt die op 230 volt, hier werkt die op 400 volt. Waardoor dat je eigenlijk meer vermogen kan halen uit diezelfde elektromotor. In dit geval 68 pk. Dus 130 plus 68 afgerond 70, dat geeft dus 200 pk samen. Dat is voor de hybride. Ja. Maar je kan uiteraard nog ook gewoon op benzine rijden met de Austral. Met diezelfde 1,2 liter turbo trouwens, die dan een 48 volt mild hybrid systeem erbij krijgt en een manuele zesbak. Dan heb je 130 pk. En de trap daarboven staat de 1,3 liter viercilinder, die Renault destijds samengemaakt heeft met Mercedes. Ja. Die kan je ook krijgen, ook met een mild hybrid systeem, maar dan wel maar op 12 volt. Dus dat is een pak minder efficiënt dan dat van 48 volt. Die komt trouwens gekoppeld aan een CVT en dan heb je 160 pk. Oké. Dus, en that's it. Dat zijn de motorisaties. Ja. Geen diesels? Geen diesels. Dat is gedaan. Nee. En dus ook geen plug-in hybride en elektrisch voorlopig ook niet. Ja. Oké. Goed, Steven. Een hybride, dan verwachten we in de eerste plaats een laag verbruik. Hoe zit het daarmee? Zolang dat je hier rijdt in de stad, valt dat zeer goed mee. We hebben tijdens onze test, zoals je de stad en zijn omgeving blijft, 54% van de tijd rij je dan op de batterij. Dat is uiteindelijk maar een 2 kWh batterijtje, dus een vrij kleine batterij, maar toch. Dus dat is vrij indrukwekkend. En dan hadden we een gemiddeld verbruik van 5,2 liter, ongeveer. Ga je naar de snelweg, dan verandert dat enigszins. Dan wordt dat wel iets meer. Dan zaten we rond een verbruik van tussen de 7 en de 8. Wat nog altijd niet slecht is, gezien het formaat van de auto, maar dan zijn er toch wel concurrenten, hybride concurrenten die beter doen. Die het beter doen, ja. Dus toch wel een redelijk grote vork eigenlijk tussen minimum en maximum. Ja. 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 Ook wel typisch hybride, dat hij vooral in de stad zuinig is en op de snelweg. Ja, dat kan ook niet anders. Ik heb het daarnet gezegd, het is een klein batterijtje, 2 kWh. Ja. Het is een beperkte motor, dus uiteindelijk, wanneer gaan die het meest helpen? Ja, op bij lage snelheden. Hè. Op het moment dat je hoge snelheden gaat maken,
is het aan de verbrandingsmotor om het leeuwendeel van het werk te doen. En dan zit je in deze met een 1200 driecilinder die wel 130 pk levert. Maar ja, dit blijft toch een vrij omvangrijke auto. Dus moet dat motortje echt wel harder aan de bak dan zeg maar een 1,6 liter turbo. Ja. Dus dat is de logica. Oké. En dan nog een andere verwachting. Een Renault iets groter, hè? Dan verwacht je wel een comfortabele reiswagen. Maar zitten dan ook overal die Alpine accenten? Waar zit hij op het spectrum? Wel, we hebben ondertussen toch al een aantal drempels gepasseerd. Zoals nu ook weer eentje. Je bent al een beetje links en rechts geschud. Dus ik denk dat dat al een kleine indicatie geeft van het antwoord. Hoe zit het met het comfort? Het is geen Frans comfort. Het is vrij stug gedempt. Ja, die grote wielen spelen misschien ook wel. De grote wielen maken enorm veel. Dus ja, dit zijn 20 duimers in deze. Dat helpt het zeker niet te verbeteren. Een adaptieve demping zou dat wel doen, maar die zit er niet op. Die kan je ook optioneel niet krijgen. Dus daar zijn wij toch een beetje... Ja. Dat had Renault toch beter kunnen doen als je toch wat hoger mikt op het spectrum, zeg maar. Dan had een actieve ophanging had echt wel gemogen in deze. Het had echt wel de zaken kunnen verbeteren. Ja. En er is trouwens nog iets waar je moet aan wennen. En dat is het voorcontrole. Dat hadden we nu al bij vorige Renaults. Hè. De Laguna had dat destijds. Dus dat is de vierwielsturing. Dat is de achterwielsturing. Ja, inderdaad, de achterwielsturing. Deze heeft nu bij de Austral nog grotere uitslag. Draait nog iets meer mee. Wat maakt dat de gewenning nog iets groter is. Eens je eraan gewend bent, is het wel fantastisch. Want het zorgt voor een heel tof stuurgevoel. Maakt hem heel, heel levendig. Wat de beleving wel vooruit helpt. Maar het vraagt, net zoals dus de stugge demping, wel wat gewenning. Oké, dus je bedoelt dat hij verrassend kort draait. Hij draait heel, heel kort. En de draaicirkel in de stad is ook bijzonder kort. Dus dat voorcontrole, zeker voor de mensen die echt graag rijden, zeg maar, is een absolute aanrader. Ja, oké. Dus eigenlijk deze hybride Esprit Alpine is eigenlijk op zijn best in de stad. In de op diverse vlakken. Voor zijn verbruik en op glooiende wegen met lange doordraaiers voor mensen die wat dynamisch willen rijden. Maar die gaan daar dan natuurlijk op het eind van de rit een soort van, letterlijk een prijs voor betalen in de vorm van extra brandstof. Ja, ja Steve, en dus je hebt ook uitgelegd, het hybride systeem zit nogal complex in elkaar met verschillende versnellingsbakken. Maar ja, hoe voelt dat dan aan in de praktijk? Want je hebt een zoals bij alle auto's, een gaspedaal en een rempedaal. Ja. Zijn er specifieke dingen waar je rekening mee moet houden in de bediening bijvoorbeeld? Nee, hij rijdt eigenlijk zoals elke normale auto met automaat, zeg maar. Ik vind dat het systeem bij lage stadssnelheden werkt het eigenlijk vlekkeloos. Kan ik het eigenlijk op geen valse noten betrappen. Maar ga je echt stevig aan de slag, zet je hem in sport bijvoorbeeld en je gaat echt een stevig tempo ontwikkelen, dan wil de versnellingsbak al eens wijfelen tussen welke modi hij nodig of welke modus echt nodig heeft. En dat zorgt dan voor kleine haperingen bij het op- of afschakelen. Dat is iets wat we gemerkt hebben bij de presentatie, bij de eerste test destijds. Toen heeft Renault gezegd van ja, dat is een software bug. We gaan dat oplossen bij de auto's die moeten geleverd worden. Maar bij de test van deze bleek dat nog altijd aanwezig te zijn. Ja. Dat zit nog altijd in, die haperingen. Dus ik weet nu niet, is dat een auto die van die presentatie komt en die dan bij de Belgische invoerder in zijn perspark is geraakt? Of is het probleem toch nog niet opgelost? Dat kan ik niet zeggen, maar het zit er wel nog altijd in. Ja, oké. Okay. Dus iemand die het wil kopen, misschien toch best even een testrit maken en eventjes voelen van, ja, natuurlijk. Voldoet er aan de verwachtingen qua... Ja. Qua dynamiek, want... Ja, en qua verfijning eigenlijk, dat het niet hapert, niet stottert. Ja, het kan natuurlijk wel zo zijn dat de testwagen, dat het daar nog zit, maar dat het bij de definitieve wagen die geleverd wordt, wel al opgelost gaat zijn. Maar het is inderdaad iets... Weet je, het kan natuurlijk de vraag stellen, het manifesteert zich vooral als je echt stevig de pees oplegt. De vraag is natuurlijk, is de Austral een auto waar je stevig de pees moet opleggen? Hè? Is dat type wagen dan? Maar goed, oké. Okay. Het zou alleszins niet mogen. Ja, ik zie hier stiksels in een Franse driekleur. Ik zie hier een echte Franse driekleur. Dat is allemaal wel zo wat typisch Alpine. Esprit Alpine, inderdaad. Esprit Alpine. Alcantara, blauwe verlichting. Ja. Ze hebben er wel werk van gemaakt. Absoluut. En daaraan zie je ook wat ik bedoelde. Het is
is een beetje hoger qua kwaliteit. Hè. Als je daar voelt, dat zijn softtouch materialen. Die stofjes is heel tof gedaan. Uiteraard, we zitten in de hoogste uitvoering. Ja, de duurste uitvoering ja, ja. Met de meeste aankleding. Maar toch, je voelt dan alles dat ze echt hun best hebben gedaan om een kwaliteitsniveau te halen dat daarvoor vreemd was bij Renault. Dat is eigenlijk begonnen met de Mégane. En ja, de Austral neemt dat over om de simpele reden dat het design plusminus ook dat van de Mégane is. Met dat open airlink systeem, aangestuurd door Google. Dus dat is... als je gaan zien, dat is Google Maps. Dus Google dat is Maps, ja. Android Automotive dat hierin zit. En wat is Open Airlink? Open Airlink is eigenlijk de naam van het infotainment systeem. Dus is de L-vormige display die je hier krijgt, dat is het Open Airlink systeem. Ja, eigenlijk gewoon een verticaal en een horizontaal scherm. Ja. Met heel wat slimme vondsten, waaronder de slimste die ik vind, is dit hier. Ja, dat is wel iets bijzonders. Dus dat is niet de versnellingspook? Nee, dat is niet de versnellingspook. Dat is een steun voor je arm als je op het scherm bezig bent. En ook een handige afdekking, want je hebt een groot opbergvak waar je dan wat spullen in kwijt kan. Dat kan je dan perfect afdekken. Trouwens, het geluid dat je hoort, daar hebben ze bij Renault ook aandacht aan besteed. Dat wat chiquer klinkt dan gewoon zo plastieke rails. Zelfs aan het geluid zou je moeten horen dat dit kwalitatiever is dan daarvoor. Geef het maar mee. Oké. Er zijn uiteraard ook een aantal dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Ja, ik zie hier zo knoppen in blinkend plastic. Ja, dat is de onder de duim. Het grote zeer van heel wat merken. Ja, de klassieke fouten. Want inderdaad, binnen de kortste keren staat dat vol met vingerafdrukken. Nog eentje. Ik vind het bijzonder raar dat de startknop daar staat en de multisense-knop hier. Ik zal die multisense-knop, dikwijls ga je van rijmodi veranderen, niet zo vaak. Ja, wat maar kan je daarmee instellen? Dat is de rijprogramma's, dus eco, comfort, sportief, eco, enzovoort. Ja. Maar hier had de startknop kunnen staan, dat is veel makkelijker. Ja. En een derde opmerking, en die had ik trouwens ook bij de Mégane. Ja, je zit hier met drie hendels net boven elkaar. De automaat is de bovenste. Nu, dat went uiteraard. Op een gegeven moment ga je wel weten waar dat automaat zit. Maar in het begin ben je constant je ruitenwissers aan het aanzetten in plaats van te schakelen naar D of naar R. Geef maar mee. Oké. Dat is beter dan omgekeerd als het begint te regenen dat je een potje eruit zit. Ja, dat is wel waar. Zo had ik het nog niet bekeken. Ja. Dat klopt wel. We zullen dan terug naar de positieve kant, want heel mooi. Het is een heel ruim interieur. Ja. En plus met een over 16 centimeter te verschuiven achterbank, waardoor dat je ook kan kiezen, ofwel veel ruimte voor de mensen achterin, ofwel aanzienlijk wat bagageruimte. Heb je de gewone Austral, dan heb je tussen 500 en 575 liter aan bagageruimte, afhankelijk waar dat je achterbank staat. In de hybride is het wat minder, uiteraard. Dan is het 430 liter, denk ik, als ik me niet vergis, basis en uit te breiden tot 525. Okay. Trouwens, is een leuk wistje dat je. Weet je waarom dat komt dat de hybride minder bagageruimte in de aanbieding heeft? Ja, doorgaans heeft dat te maken met de batterij. Maar omdat je dat nu zo zegt, zal het misschien iets anders zijn. Het is iets compleet anders. De batterij zit namelijk onder de voorzetel, waardoor dat je in de Austral... De achterbank. De achterbank. Waardoor dat je in de Austral hybride trouwens ook iets hoger zit achteraan. Dan in de gewone. Maar de reden zit hem bij het voorcontrole dat je kan krijgen als je de hybride hebt. Want de actuator voor die voorcontrole, dus de besturing, die zit namelijk in de koffer. En dat is de reden waarom dat de hybride iets minder bagageruimte in de aanbieding heeft. Voilà. Ja, Steven, we horen jou daarnet spreken over hogere prijzen. Ik houd mijn hart vast, maar vertel het eens. Ja, Renault doet eigenlijk niet veel anders dan de tendens volgen. Hè. Dus alles wordt duurder. Ja, je hoort het overal. Hè. Voilà, dus bij gevolg ook de Austral. Wie vandaag met een Austral wil rijden, in de Equilibre basisuitvoering met de 1.2 TC 130 pk met de manuele zesbak, die betaalt daar nu €32.400 voor. Wat voor een gemiddeld gezin, want alles is relatief, maar voor een gemiddeld gezin ga ik daarvan uit dat dat een zware dobber, financiële dobber is om zomaar te passeren. Nou, ja. Ja, goed. Voor dit soort auto is dat wel de prijs die je deze al verwacht. Dit segment is dat inderdaad wat je ervoor moet betalen. Bijkomend, Renault is niet zuinig geweest wat zijn basisuitrusting betreft. Zelfs die Equilibre is eigenlijk redelijk volledig. Ik zou altijd voor de Techno gaan, omdat in de Techno
bepaalde dingen zitten, zoals bijvoorbeeld dat Open R-Link systeem met die Google-aandrijving. Dat zit er het volledige systeem zit er dan in. En de opleg valt eigenlijk nog wel mee, dus ik zou het van de techno gaan. Maar bon, ja, dan zitten we toch weer een paar duizend euro duurder. Zeg je dan bijkomend van oké, ik wil ook op mijn verbruik letten, dus ik ga voor de hybride. Het is niet toevallig dat de gewone versies een gouden E krijgen, want dan zitten we al bijna aan 40.000 euro. Wel standaard onmiddellijk in techno, dus je krijgt dan inderdaad wel. Je moet dan, de basisuitrusting is dan oké, maar goed, we zitten wel aan bijna 40.000 euro. Wil je dan zo, zoals hier, zo'n Esprit Alpine, ja, dus nog iets extra erbij, ja, dan zitten we al 44.000, 45.000 euro. En ga je dan voor hier, zo ons testmodel hier, dan zitten we boven de 50.000 euro. Iets heel raar ook, vind ik persoonlijk, omdat ja, het voorcontrole, eens je het gewoon bent, hè, is dat echt wel tof. Dat kan je alleen maar krijgen op de hybride in een Esprit Alpine uitvoering. Dus alle andere versies blijven daarvan bestoken. Vind ik een beetje een rare keuze, maar goed. Ja. Oké. Okay. Goed, Steven. Dus stel nu, ik wil zo'n auto kopen. Een SUV van ongeveer 4,5 meter. Ik denk dat ik met drie handen vingers tekort kom om de opties te tellen. Ja. Is dit er eentje die er bovenuit springt? Bovenuit springen? Nee. Nee. Maar hij doet ook nergens slechter dan zijn concurrenten. Is eigenlijk mooi in de middenmoot. Hij is sowieso beter dan de Kadjar, dus daar heeft Renault 100% gelijk. Met die hybride aandrijving is hij ook sowieso beter dan de meeste van zijn concurrenten gewoon op benzine. Maar daar moet wel bijgezegd worden dat er hybrides zijn, parallel hybrides, die het beter doen. Met beter bedoel ik efficiënter. Maar als je de slotsom neemt, ja, dan heb je eigenlijk een zeer... Dan blijft dit een zeer interessante aanbieding. Waarom? Omdat hij, zoals al gezegd, niks slechter doet dan zijn concurrenten, maar wel aangeboden wordt aan een interessantere prijs. Bedankt Steven voor de opheldering. Bedankt aan jullie voor het kijken. We brengen om de twee weken een nieuwe video uit. Als je je abonneert op ons YouTube-kanaal, dan ben je steeds op de hoogte. En je kan die test ook vinden in het magazine. En op onze website, waar je overigens ook nog boel meer autonieuws enzovoort vindt.